vissen, hotel, vissenhotels. Ruim 200 leerlingen deden mee aan de opdracht om een vissenhotel te ontwerpen. Welke twee ontwerpen zijn tot winnaars verkozen? We zitten hier aan de rand van het Paterswoldse Meer op een van de steigers waaronder een vissenhotel gebouwd gaat worden. Dit ter verbetering van de waterkwaliteit en de ecologie van het meer. Edwin, een vissenhotel? In het Paterswoldse Meer is er te weinig leefgebied voor allerlei waterinsecten en vissen. Bijvoorbeeld om te kunnen schuilen en eitjes af te kunnen zetten. Daarom gaan we op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers en natuurvriendelijke zones aanleggen. Maar ook vissenhotels, zoals bij deze steiger. En hoe ziet dat eruit? Ja, eigenlijk vergelijkbaar als met een insectenhotel, maar dan onder water. Met allerlei natuurlijke materialen worden holtes en ruimtes gemaakt waar waterinsecten en vissen zich in op kunnen houden. Maatschap Noorderzijlvest vindt het belangrijk dat jongeren waterbewust zijn en daarbij ook handelingsperspectief krijgen. Dus dat ze in hun eigen leefomgeving waterbewuster kunnen zijn. En wat we ook merken is dat jonge mensen creatiever zijn en dat ze vanuit kansen denken. En dat ze ook dingen bevragen waar je als professional helemaal geen vragen meer bij stelt. Daarom hebben we jonge mensen gevraagd om ontwerpen te maken voor de vishotels in het Paterswoldse Meer. En de 10 beste ontwerpen staan hier in het Bolhuis. En er komt een publieksprijs en een prijs van de vakjury. Ons idee was om laders te doen. En die kan je er dan uithalen. Dus als er iets kapot gaat, dan kan je het makkelijk vervangen. Op de steiger liggen glazen platen en dan kunnen mensen er doorheen kijken, maar vissen niet. We hadden niet verwacht dat we dit zouden kunnen winnen, maar het motiveerde ons wel, wetende dat het hier echt in het meer kon komen. Wat soort vissen in welke kamers kunnen komen? Dus bijvoorbeeld in deze kamer kunnen de grote vissen, de snoeken en de gebaars en zo. En hier in de kleine hokjes kunnen de waterdiertjes en de kleine vissen. Bent u ook zo benieuwd wat dat gaat worden? Blijf ons volgen en ik neem u graag mee de volgende keer. Tot dan!